Nou, we zijn er. Het zat vast erin. Hello. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Carlijn heeft net een geweldig idee bedacht wat wij even gaan uitvoeren. Ja, we gaan een namelijk training direct. Wow, oh, ja. Een training, direct een training van Mickey en Macho, direct een schriktraining. Ja, eigenlijk wel ja. Ja, want we gaan best naar de winkel, naar het winkelcentrum. Want Carlijn is ongesteld en ik ook en we hebben honger. Dus we gaan wat eten halen. En we nemen ze mee en ik ben heel benieuwd hoe ze gaan reageren, want het is wel direct een goede training. Neem ook even koekjes mee, zodat ik ze kan belonen. En ja, we moeten een heel stuk langs de weg, zeg maar, en dan een stukje door een woonwijk. Maar omdat we ze ook van de paardenmarkt af hebben gehaald, moesten we ook door de woonwijk en langs de weg. Dus ik denk wel dat ze het kennen, maar ja, het is gewoon even goed om het te oefenen. Dus we gaan ze pakken. Ja. En we gaan jullie meenemen op dit avontuur. Ja. Nou, we zijn onderweg. En ik denk echt dat we morgen pas terug zijn. Want op dit tempo, we moeten dit nog heen. En dan moeten we moeten hier langs. We gaan via de waspadden, sneller. Er staat een boom. Nou jongens, we zijn onderweg. Als het goed is zijn we er met 20 minuten als met dit tempootje. Kom maar jongens. Jullie kunnen het. Even slaapje in de sloot. Even slaapje doen. Jongens, nou ik vroeg me af of we ook niet in het winkelcentrum mochten met onze ponies. Carlijn gaat meteen helemaal voor. Ik zou dat wel leuk vinden, samen met je pony winkelen. Wie weet, er zit hem. Ja, maar wie weet, hè? Met ze naar de diffuse. Zouden ze daar moeilijk we over doen? Ik wil bellen, vragen of dat mag. Ja! Wat doen wij met min 10? Min 10, ja! Min 7. Ik heb net gekeken. Kijk. Oh. Jongens. Het is heel koud, het lijkt me wel niet koud. Het is heel koud. Kijk jouw hond! Hij stapt niet meer. Hij kijkt dus zo rond. Ja, van. Ja. Yeah. Een beetje lang om dit te doen. Nee. Bij het buurtje meer. Ja, dat wou ik ook doen. Jee, ik ben Mickey en Macho zwemmen. Totdat we alles hebben meegemaakt, dan komen ze terug. Weet je? Hoe we ook blij zijn met z'n twee van die mini-shetlanders. Zoveel paarden waar je op kunt rijden. En we laten het allemaal door die andere mensen doen. En wij gaan met de mini-shetlanders het bos in. Nou jongens, het sneeuwt een beetje. En we zijn aangekomen op de grote straat. We gaan oversteken. We gaan oversteken met de ponytjes. En kijken hoe ze dat gaan doen. Ik denk dat ze wel echt zo druk heel braaf zijn. Even kijken. Netjes wachten. Kunnen over. Kom maar. Kom maar. Niet stoppen. Ja, braaf. Kom. Goed zo. En omdat we te voet zijn, gaan we netjes op de stoep met de ponies. Want we zijn geen bestuurders nu. Nee, dan kunnen we dan, als er fietsen van achter komen, dan kunnen we dat niet goed zien. Nee. Kom maar. Hallo, je bent geen hond. Hij heeft gewoon een stok mee. Ja, mij ook. Hier zijn we bij de woonwijk. Daar heb je zo het winkelcentrum. En dan zijn we er al. Nou, we lopen er even omheen. Dat hebben we iets meer ruimte. En er was net een hondje. Hero. Oh ja, Hero. Nou. Kom maar jongens. Hier zat mijn kappertje. Oh. Nou, we zijn er. Het winkelcentrum. Sanne gaat even onze geldjes tellen wat we van papa hebben gekregen. Hey. Hey, ik denk, wat heb ik in mijn jas? Ik heb een paarse ei. Liefie.
En ik zit hier op school. Dit is mijn basisschool, dat gele. Scheldhoed. Ben hier heel lang niet meer geweest. Ja. Doei Sanne. Doei. Daar gaat ze. En ik zit hier met deze twee monsters. Wij hebben. Hongerhalzen. We hebben ons eten. Mijn handschoentje liggen nu daar. Die van mij zijn ook echt. We gaan lekker. Oh nee! 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 We moeten ze gewoon even vastpakken. Ik kan zo niet eten. Ik wil gewoon maar eten, jongens. Nee, niet dat je het lekker vindt. Ik heb geen idee wat het is. Ik vind het wel lekker. Help! Ik krijg hem niet eruit. Oh, kijk! Hij eet een stekelbosje. Mm-hmm. Auw, dat doet toch pijn? Mam. Proost. Hoppie. Nee, godver. Wat ook. Hier. Je hebt toch honger? Niet de bosjes eten. Hier. Ja, ja. Mm. Oh. Nee. Hij eet het. Niet buiten, Mickey. We kunnen zo langs die weg. Knabbel en babbel. Wandelen in de sporten, hè? Ja. Ja, daar wennen ze aan. Wat heb je vast? Hey, kijk. Poepzakje. Voor de keuteltjes. Alles volgens de wet. Alles vast erin. Kijk, hij poepte voor iemands huis. Dat is niet zo netjes. En toen kwam een vrouw. Ze zei, ik heb wel een poepzakje. Dus ik die drol bij elkaar tegen elkaar aandruk alsof het deeg was, weet je. Want anders past dat niet. Maar hij zit erin. We gaan nu Ton zoeken. Nou, we gaan even over een bruggetje. Kom maar jongens. Ja! Goed zo! Nou, tunneltjes training hebben ze ook gehad. Die voetjes. Ja. Oh nee, we moeten hier doorheen. We moeten daar rijden, al kan ik er met twee tegelijk. Dat kan wel. Hou jongens, hou, dan laat ik goed. Dat kan wel. Kijk toch. Politie lachte ons net heel hard uit. Sanne, wat hebben we net gedaan? We gingen eventjes langs bij mijn nichtjes. En die hebben eventjes Mickey en Masjo geaaid en zo. En toen kwam nog een buurmeisje. Ja, en... Oh, wat is dat? Oh. Let op. Braaf. We hebben het nu vergast. Kijk dan, is niet goed. De politie. Oh ja, er kwam politie. De hoek om en die keken echt zo van. En laten lachen. Kom maar, jongens. Ze hebben altijd honger. Oh. Kom op, jongens. Kom, jongens, ik wil weg hier. Ik word vergast. Nee, kom. Jouw neef heeft echt altijd heel erg veel honger. Nou, onderhand zijn we aangekomen bij Bos. Bij Bos. En we zijn bijna thuis. Ik denk met 10 minuutjes, 15 minuutjes. Ja. Het is heel erg koud, jongens. Het waait en het voelt echt als... Min 30, joh. Ja, maar ik overdrijf echt niet. Nee, ik ook niet. Is gewoon, het lijkt heel mooi weer, maar juist omdat het zo helder is en zo. En, weet je wel. Strieken niks. Nee, maatje, maar jullie hebben lekkere dekentjes op. Ja! Yeah. Mickey en maatje staan lekker in hun stal. Wij zijn in totaal bijna 2 uur weg geweest, zie ik nu. Het is 4:15. Kwart over 4. En het is heel erg koud, dus wij gaan eventjes nog een paar dingetjes hier doen en dan even opwarmen in de kantine, denk ik. En ja, ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. En ja, als jullie nog ideeën hebben voor wat wij moeten doen met Mickey en Matje of gewoon voor een video, laat het even onder in de comments zetten. Doe een blauw duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer.